Cox, het is aan jou om een fortune cookie uit de schaal te kiezen. Waar zitten de goeie? Wel, het zijn allemaal goeie. Het zijn soms wel moeilijkere vragen. En dan doe ik dat open en dan... Ja. Wat was het moeilijkste dat je ooit gedaan hebt? Ha. Ja, Maarten. Het uitmaken met mijn lief op kerstavond. Ja, dat is heel stom, maar dat was een hele tijd geleden. Ik denk 8 of 9 jaar geleden. En ja, het gevoel was, hij zat niet goed. En ik had zoiets van, ja, de feestdagen ingaan en schijnheilig doen nog even bij de schoonouders en pakjes open. Maar ja, ik had het daar niet bij. Dus ik heb van mijn hart een steen gemaakt en ik heb gezegd van, kijk... En dat op kerstavond? Ja, uit de 23e, dus de dag voor kerstavond eigenlijk. Maar ja, de cadeaus waren gekocht en zo, maar ik dacht, voor een cadeautje moet je niet samen blijven. En om daar nog een paar dagen, hè, want je hebt kerstmis en dan een paar dagen tussen, je hebt nieuwjaar. Dat was wel, denk ik, een van de moeilijkste dingen wat ik me nu zo voor de geest kan halen die ik ooit heb moeten doen. Zijn jullie uiteindelijk nog wel vrienden gebleven of ook niet? Goh, ik heb er eigenlijk, eerlijk gezegd, niet meer gehoord. Ah, we hebben nog wel even contact gehad, maar dat verwaterd en op een duur. Ja. Maar dat was wel even een heel moeilijk moment, ja. Dankjewel om je moeilijk moment met ons te delen. Oh, Maarten. Komt goed. Ik hoop het.